Vandaag hebben we onze jaarafsluiting. Wees eerlijk, de competitie is voorbij, zowel voor de jeugd als voor de senioren. Dus aan het eind van het seizoen sluiten we af met alle leden. En wat we dan gaan doen, het begint s'morgens om 12 uur al met de wedstrijd voor de allerkleinste. En daarna wordt steeds oudere jeugd gaan spelen. Nu spelen de oudere spelers senioren tegen hun dochters, als ze eventueel wel of niet rugbyen. En om 14:30 is echt een grote klapper, dat is jong tegen oud. Het gaat meer om de eer. Het is wel een officiële beker waar de naam op komt te staan, maar het gaat om de eer. Zeg, we staan hier voor een heel mooi nieuw clubgebouw, hè? Ja, klopt. We hebben jaren aan gewerkt en de officiële opening is 1 september. We zijn ook zo goed als klaar. Het is nu echt een afrondende fase. En op 1 september willen we echt spectaculair met een groot feest en heel veel genodigden het gebouw openen.